Welkom bij de plantentop 3 van februari. Vandaag drie mooie winterse planten. Het is nog steeds winter, het is goed koud nog, maar we kunnen al wel wat mooie planten zien. En die ga ik voor jullie vandaag laten zien. De eerste plant van vandaag is spenkruid. Spenkruid groeit hier. Als we eens inzoomen naar de spenkruid. Het is een plant die graag op vochtige plekken groeit. Dus je zal hem nu nog veel zien in bossen, waar ook nog een beetje zon is op dit moment. En langs waterranden, zoals hier. En het is een plant die in de winter omhoog komt. En vanaf maart ongeveer gaat bloeien met hele mooie gele bloemetjes. Spenkruid is heel goed te herkennen aan dat het een niervormig blad is. En het is niet te verwarren met, je kan hem verwarren met hondsdraf, maar spenkruid heeft eigenlijk een hele mooie onderzijde met een soort wit kant en veel nerf te zien. Echt typisch voor spenkruid. En nou, spenkruid is een, je kan hem gebruiken in salade. Het is een heel lekker plant om gewoon rauw te eten. En spenkruid zit bordevol vitamine C, dus het is een hele goede plant om nu te gaan eten om je immuunsysteem weer op gang te krijgen. En het groeit in kleine knolletjes in de grond en uit die knolletjes ontstaan steeds nieuwe plantjes. En leuk weetje is dat die knolletjes vroeger op schepen werden meegenomen op lange reizen als soort van vitamine C pilletjes. Vooral tegen het voorkomen van scheurbuik. En dus vroeger wisten ze al dat dit een ontzettend goede plant was om begin of eind van de winter te gaan veel te eten. Dus een mooie plant om nu te gaan plukken. De tweede plant van vandaag is vogelmuur. En vogelmuur is het hele jaar door te vinden. In tegenstelling tot spenkruid dat eigenlijk alleen maar in het voorjaar en in de winter nog te vinden is. En vogelmuur is goed te herkennen aan. Het kruipt een beetje over de grond. Het groeit heel vaak in tuinen en in parken. En is eigenlijk wel heel veel plekken te vinden. En je kan het goed herkennen aan dat het puntje van het blad krult vaak een beetje omhoog in een hoekje. En een ander herkenningspunt is dat als je vogelmuur uit elkaar trekt, is dat er een draadje over blijft in het midden. En dat is typisch aan vogelmuur. Het is een beetje moeilijk te zien, maar misschien als je het hier goed kijkt, dan blijft hier een draadje over in het midden. En dat is heel typisch voor vogelmuur. Dus voor de rest, zoals ik al zei, het kruid valt over de grond. En het is echt een plant om in salade te gebruiken. Het is heerlijk om rauw te eten. En het is ook heerlijk om het heel kort te stomen. En dan met een klein beetje olijfolie of een klein beetje boter eroverheen te laten smelten. Is het heerlijk als zijgerecht, als bijgerecht. En het zit ook weer vol met vitamines en mineralen. Dus ook weer een super plant om nog in de winter te eten. De derde plant van vandaag is een boom. En dat is de berk. Berk vrij makkelijk te herkennen natuurlijk aan de witte barst. En het leuke van de berk is dat bijna alles eetbaar is. En op dit moment zijn het vooral de knopjes die je kan eten. Dat is waar de boom veel energie heeft opgeslagen. Veel voedingsstoffen. En ik zal hier even erbij pakken. De knopjes groeien hier aan de takjes en je kan ze zo eraf halen. En ze smaken heel aromatisch. Een beetje zoetig, een beetje kardemonachtig. En je kan er thee van zetten, je kan het een snack doen als je ergens in het bos of park loopt om een beetje te snacken. En lekker plant om zo tussendoor even te eten. Dit was de plantentop 3 van februari.
voor de mensen die in de buurt van Amsterdam wonen, 10 maart doe ik weer een winterpluk wandeling. Dus als jullie het leuk vinden, kijk op onze Facebook en dan kun je deelnemen aan deze wandeling.